Israël neemt deel aan het Eurovisie Songfestival in Zweden op 7 mei, maar de oorspronkelijke tekst van het nummer oktober Reen van zangeres Ede Golaan wordt als te politiek beschouwd. De kritiek suggereert dat de tekst mogelijk verwijzingen bevat naar de aanslagen van Hamas op 7 oktober, hoewel het conflict niet expliciet wordt genoemd. Om het nummer geschikt te maken voor deelname werkt Israël samen met de European Broadcasting Union, EBU. De Israëlische omroep kan benadrukt het belang van het laten horen van Israëls stem. Vooral in een tijd waarin boycotts en vijandigheid jegens het land op verschillende podia plaatsvinden. Zowel het oorspronkelijke nummer Oktober 1 als de tweede keuze, Dans voor Ever van Ede Golaan, werden afgekeurd vanwege vermeende politieke verwijzingen naar de oorlog tussen Israël en Hamas. De omroep heeft de tekstschrijvers benaderd met het verzoek om aanpassingen met volledige artistieke vrijheid. Deze situatie onderstreept de uitdagingen waarmee artiesten geconfronteerd worden in een geopolitieke context waarbij zij zorgvuldig moeten navigeren om politiek gevoelige kwesties te vermijden en toch artistieke expressie te behouden.